Deze beschouwing gaat over de straf van Nederland. en dat wij het daar zelf naar gemaakt hebben. Want wat is ons overkomen? Nou, uh, Nederland als land is niet langer van de Nederlanders, het is namelijk van iedereen. En. Onze regering is niet langer de baas in Nederland, maar mag dingen beslissen voor zover Brussel dat goed vindt. En op tv hebben wij uh, Bagger. Iedereen doet alsof het reuze leuk en reuze goed gaat met ons. Maar wij, de Nederlanders, ons land is niet langer van ons, want het is van iedereen. En wij kunnen stemmen. En dan komt er een andere politicus, misschien. En die doet precies wat de paus zegt. Uh, Peri je had het net over de EU. En uh, nu heb je het over de paus. Ja, want de EU is van de paus, namelijk. De Verenigde Naties is ook van de paus. En ik zeg dat dit onze eigen schuld is. Punt. Of ik zeg, nog beter, wij, wij hebben het ernaar gemaakt. En niet alles wat wij gedaan hebben, in de tijd dat ik me dan een beetje bewuste Nederlander voel... Uh, was even oké. Okay. Uh, we hebben het behoorlijk dom gedaan. En nu zitten we heel beteuterd te kijken. En dan stemmen we maar op Thierry Baudet. Want die gaat er misschien voor zorgen dat we weg kunnen uit Europa. Uit het EU politieke systeem. Ja, zegt Thierry Baudet. Maar dan gaan we eerst uh, een mannetje van mijn partij. Uh, Installeren in het Europees Parlement. Oh, ja, dan denk ik, wat nou? Ja, ik wil de FVD-stemmers niet ontmoedigen of zo. Het is al erg genoeg zoals het is. Hè? En als je uit de EU wil, dan is er één hele makkelijke maatregel: en dat is stoppen met betalen. We moeten ze helemaal niet meer betalen. Dan wordt de EU hartstikke boos, mag ik aannemen. En dan worden ze zo boos dat wij eruit gedonderd worden. En dan hebben wij het voor elkaar. Dan zijn we uit de EU gedonderd. En daar moet je beginnen. Gewoon niet meer betalen. Klaar. En als er dan burgers van Nederland zijn die zeggen: Ja, dat vind ik zielig voor de EU. Dan beginnen we een Giro 555. En dan mogen burgers opstorten en dan wordt dat bedrag overgemaakt naar de EU. Dus als jij de EU wil steunen met je laatste pensioencenten, moet je dat zelf weten. Maar het gaat niet meer via Den Haag. Het gaat niet meer uit onze BTW. En alle inkomen, heffingen, toestanden, die zijn van ons. Dus inkomsten. Nee, dat is invoerrechten, dat bedoel ik. Die zijn van ons. Als wij het überhaupt noodzakelijk vinden om invoerrechten te heffen, want dat snap ik ook niet. Door wij Nederland, wij zijn qua exporteur van voedsel, zijn wij, horen wij dat tot de top 10 van de wereld? Hè? Kortom, wij hebben genoeg te eten hier. Dat is verder het probleem niet. En wij hebben dan nog elektra nodig en wat benzine en zo en olie en alles. En dat kopen we wel met de opbrengsten van ons voedsel wat wij produceren. Dat moet het doen zijn. En voor de rest kan iedereen onze rug op. Mijn dochter is ook zo pro EU, want anders zou ze de contactlenzen uit Engeland niet op tijd kunnen krijgen, want zij zit aan die contactlenzen toestand. Nou, dat is dan jammer voor die mensen, zoals mijn dochter. Maar aan de andere kant, als wij uit de EU zijn, en Engeland is zo dadelijk ook uit de EU, of het Verenigd Koninkrijk heet dat dan officieel. Uh, stel, we gaan allebei uit de EU, is het probleem van mijn dochter over die contactlensen in één keer opgelost. En sterker nog, dan heeft ze waarschijnlijk de nieuwe contactlensen niet binnen een maand, maar binnen een week in huis. Want we hebben al die Europese regels niet meer, snap je? Maar mijn dochter is, uh, wat dat betreft, dom. Dat snapt ze niet. Mijn dochter is van die generatie die zegt: laten we maar meedoen met de EU, want anders wordt het alleen maar erger. En dat is dom. En tussen mij en mijn dochter, dat is tussen mij en mijn dochter. Als ze weer eens langskomt, dan zullen we het heus nog wel een keer over hebben. In mijn graf zal ik zwijgen. Dat dan wel. Huh? Maar tot die tijd niet, natuurlijk. En ik zeg je nog een keer. De straf van Nederland, uh, wij hebben het verdiend. Het is misschien erger dan we verdiend hadden. Uh, ja, maar wij hebben willens en wetens gekozen voor een, ja, hopeloze dingen. En dan moet je er niet gek van staan te kijken als het erger fout gaat dan je had kunnen verwachten. Nou, ik wist niet dat het zo fout zou gaan. Hé, hey, wat dacht je dan? Een klein beetje fout. En dan was jij happy geweest. Hadden we weg, idioot. Wij hebben het fout gedaan. Punt. Hey, ooit waren wij lekker bezig. Hey, 1517 had je Maarten Luther. En die zei. Bla uh, bla bla bla. En het is afgelopen. Toen kwam het protest. Tegen wat we nu de EU noemen. Toen was, dat de, was het met name de Romeinse Universele Kerk. Maar dat is allemaal een naampje, een beestje met een naampje. En toen was Duitsland, het noorden van Duitsland, was onafhankelijk. Wij waren onafhankelijk tot aan de rivieren. De Maas en de Waal. Engeland was uh, volgde, of was ongeveer tegelijkertijd onafhankelijk. En dat begon toen met die King Henry of zo. Dat was een koning van Engeland en die kon zijn vrouw niet zwanger maken. En die vroeg aan de paus, want de paus was de baas in Engeland. Toen uh, vroeg hij netjes aan de paus: uh, Mag ik dan scheiden van deze vrouw en trouwen met een vrouw die ik mogelijk wel zwanger maak? Toen dus zei de paus: Nee. Dat mag niet. Waarbij die man dacht: Ja, verdorie, dan heb ik geen troon op Nou, dan kan je daarvan vinden wat je vindt. Maar het is een beetje logisch dat iemand die koning is geworden van Engeland. ook graag wil dat zijn zoon dan koning wordt. En we maken het Engeland een bied uit dat het zijn zoon is. Of een andere vent misschien maar beter zijn zoon. Dan kunnen we altijd nog tegen die zoon zeggen: Je vader was wel een goede koning. Als die zoon domme dingen gaat doen. Hè. Nee, de pauze die. En nou, Toen heeft die koning van Engeland gezegd van uh, ja, iets redelijks heeft hij gezegd. En toen begon het protestantisme in Engeland. En dat werd later heel serieus met Elisabeth I, een redelijk serieuze vrouw. En King James, redelijk serieus. Daar hebben wij die Bijbel aan overgehouden, de King James Bijbel. Ja. Dat was het protest. Toen waren wij van de pauze af, wat we nu de EU noemen. En we hadden in die dagen hier in Nederland een man, die kennen wij als Willem van Oranje. En dat was een hoge pief in het Habsburgse gebeuren als een handelsorganisatie toestand. En hem is gevraagd om voorzitter te worden van de Nederlandse stadhouders. Dus Zij hij werd de stadhouder van Nederland of zo. En Willem van Oranje, Willem de Zwijger heet hij ook wel. De vader des vaderlands. Die had als credo van kijk, ik wil best de voorzitter zijn. En als er dingen zijn die ons allemaal betreffen. Of jullie allemaal betreffen. Nou, dan gaan we er samen over lullen. En daar ben ik dan bij. En alles wat Utrecht zelf kan regelen. Dat was een van de... Noem het maar provinciën of zo. Hè? Regio's. Alles wat Utrecht zelf kan regelen, dat doet Utrecht maar lekker zelf. Daar ga ik me niet mee bemoeien. En wat Friesland zelf kan regelen, dat moet Friesland maar weten. En wat Holland zelf kan regelen, dat moet Holland maar weten. En dat geldt ook voor Zeeland. Willem van Oranje bemoeide zich nergens mee. Niet met de dingen die speelden in de regio's. Hij was alleen voor het algemene totale plaatje. Precies zoals een goede toezichthouder moet zijn. Ik heb ondernemingen kapot zien gaan aan een management dat zich ging bemoeien met iedere centimeter op de werkvloer. Dat moet je niet doen. En als management heb je vertrouwen in de verschillende afdelingen. Uh, of niet. En vanuit wantrouwen kan er niet gemanaged worden. Snap je? Dus als je geen vertrouwen hebt in je werkvloer. Nou, dan moet je een andere werkvloer aanschaffen. Dan moet je goed zeggen. Nou, ik heb er geen vertrouwen in. En dat komt hierdoor, daardoor, daardoor. Moet je kunnen onderbouwen. En dan geef je die mensen nog uh, één kans, twee kansen. En dan is het afgelopen. En dan hup, eruit. En een nieuwe bezemsvegen schoon. Je moet je werkvloer. Kunnen vertrouwen. En daar bemoei je je niet mee. Klaar. Een management, de toezichthouder, die stelt normen, die stelt doelstellingen en, en, en communiceert die door. Ja, een kapitein op een schip uh, die, die doet dan aan zo'n ding trekken hè, van volle kracht vooruit of zo. En dat that is het. Het is niet zo dat die kapitein naar beneden gaat, naar de machinekamer, en zegt: Hé, hey man, uh, we hebben volle kracht vooruit, en uh, waar is een schep? En dan ga ik zelf wel meescheppen met de kolen. In de tijd dat ze nog stoommachines hadden. Nee, zijn kapitein staat boven op de brug, die zegt: Volle kracht vooruit. En dan gaat hij ervan uit, heeft hij volle vertrouwen in dat het schip vooruit gaat. Hij gaat zich niet bemoeien met de machinekamer. Knopt het even in je oren. En uh, Willem van Oranje, Willem de Zwijger, dat was zo'n manager. Uh, geweldig. Hebben, die, uh, hebben wij die katholieken al? Die, 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 die bleven natuurlijk maar komen. Hè? En de paus had dus tegen de koning van Spanje gezegd: Spanje is zo katholiek als wat. Uh, pak die boel man met die Willem de Zwijger man, die kan niet langer man. En toen heeft die koning van Spanje. ook <laughs> Die loopt achter de paus aan. Oké. Okay. Nou, dat was dan de tachtigjarige oorlog of zo. Hè? Nou, onder leiding van Willem van Oranje hebben wij uh, die katholieke Spanjolen uh, meerdere keren doei. Afgelopen termijn. Ja, dat was het wel eens een beetje. Engeland een verhaal hoor, het ging aardig met Elizabeth en King James. En daarna kwam de klat erin. In de 19e eeuw is Engeland een opiumoorlog begonnen met China. Waarbij het erom ging dat vanuit Engeland werden er drugs geëxporteerd. Drugs, dus heroïne met name, of opium. Opium moet je zeggen opiaten dingen, toestanden geëxporteerd, werd geld aan verdiend. Aan China. En ze verkochten die opiaten onder de marktprijs. Ja, en toen zijn grote delen van China. die zijn dus. Ja, de Chinezen waren daar niet blij mee. Nou, ja, dat heeft Engeland gedaan. En uh, ga er maar vanuit dat dat zijn, uh, nou, in scène was gezet, op was gezet door de paus. En Engeland nu? <laughs> Net als wij. Uh, barst dus vol met uh, buitenlandse mensen. een soevereiniteit van Engeland gaat er weg. Engeland had een hele behoorlijke zware industrie bij Birmingham en die uh, andere Manchester. En waar is dat? Hey, de paus is uh, begin jaren zeventig gekomen met zijn club van de, de club van Rome. En waar dan uit voortvloeide dat Engeland moest ophouden met die uh, zware industrie. Ja, ik weet ervan namelijk, want ik heb milieuhygiëne gestudeerd. Ik zal wat opdoeken. Uh, Engeland is teruggebracht tot, dat noemen ze dan een dienstverleningseconomie, een service economy. Maar het was ooit industrie, snap je? Nou, dan komen al die milieumaatregelen, en allemaal toestanden en dan geven mensen die houden, ja, daar houden ze er mee op. Wat denk je hier in Nederland? Mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin, die komt uit een agrarische familie en een van zijn broers die heeft dus, hij, Wim ook, allemaal hebben ze een stuk land gekregen en een van zijn broers die zei van, nou, ah, dan ga ik een varkensdingeshouderij uh, beginnen. Nou, dan kan jij van denken wat je maar wil, maar die broer van Wim die wilde dat. Dat is een business. En dat betekent niet dat je varkens gaat mishandelen, want varkens die mishandeld worden, die smaken niet lekker. Nou, dus je moet varkens goed behandelen. En als je ze dan helemaal goed behandeld hebt, dan zijn ze uitbehandeld en dan, dan is het pief, paf, poef en is het afgelopen. Nou, dan wilde hij gaan beginnen nou is hij naar de bank toegestapt, had hij kapitaal nodig, investeringskapitaal. Oh, dan moet er moet dan een schuur gebouwd worden, en dan moet er moeten van die varkensrekken in, en, en dan gaan we door. Hè? Nou, de bank had het allemaal bekeken en zei, nou dat is goed. Dat gaan we doen. Wij financieren dat wel. Hè? En toen ging hij, omdat hij alles voor elkaar had, ging hij naar de gemeente toe. Voor de benodigde vergunningen. En toen kreeg hij een partijtje regels aangeboden. van als jij dat wil gaan doen. nou, maar dan moet je dit doen. en dan moet je zus doen. en dan moet je zo. en dan moet je je daar aan houden. en moet je zus aan houden. Waarop die broer van Wim zei. van oh. ja, ja. ...ja, dan doe ik het niet. Hup. Varkens houden minder in Nederland. En dan kan jij zeggen: Ja, dat vind ik me goed ook. Dat vind ik maar goed ook. Uh, ja, en wat gaan we dan eten? Net als jij vindt dat er geen varkensvlees meer gegeten moet worden, dan nou, geef het goede voorbeeld en stop er zelf mee. Maar op het moment dat je dat gaat doen door een varkenshouderij... zoals de broer van Wim die willen beginnen... zo ontzettend te dreigen met al die voorschriften en al die regels... en waar komen die regels vandaan? Ja, uit de Unie natuurlijk. Wie zal het ooit een reet roesten dat de broer van Wim... op een stuk land wat hij van zijn vader heeft georven... dat hij daar een schuur neerzet en volplan met werkers... Een stankoverlast of zo. Ga er weg. Wim komt uit de buurt van de Achterhoek of zo. Ik weet niet eens precies waar. Jammer, open land, man. En het waait al lekker. Een ja, stankoverlast van die varkensgeten. Ga er weg. Je bent er op het platteland of je woont er niet hoor. En hier in de stad stinkt het ook, by the way. Maar dan stinkt het weer naar andere dingen. Dat is deodorant. Vooral op een zomerse dag je kan bijna wel hoesten man. Dan komt er weer zo'n zo kolonne van die meisjes komen langs en die hebben allemaal verschillende deodorant op en dan denk je, gaat Gelukkig komt er daarna weer iemand langs en die rookt een sigaar en dan denk je, he. Nou raakte weer normaal. Ja, en ik ben gestopt met roken. Hè? Maar mijn neus doet het nog steeds hartstikke goed. Nou, en op het platteland hebben we gewoon die varkens overlast. Uh, Stangen zeggen ze dan. Ik weet niet wat ze het over hebben. Wat zou nou de broer van Wim voor een ramp aangericht hebben? Als hij dat geld van de bank had kunnen accepteren en een bouwbedrijf de opdracht had gegeven om die varkensstal uit de grond te stampen. en allemaal vol te plempen met werkers. En dan gaat hij daar lekker uh, die varkens te voeren geven en te drinken geven. En dan komen de kleine biggetjes. En zelf maakt hij ook nog een paar van die kleine biggetjes bij zijn eigen vrouw. Ja, mensen natuurlijk, hè. En iedereen gaat lekker naar school op de fiets. Wat is daar mis mee? Nee, maar van de EU mag dat niet meer. Ja, het mag wel, maar dan moet je wel voldoen aan de regels, het ja. is onze eigen straf. hoor. Wij hebben dit laten gebeuren. En ik ken mensen die hebben destijds toen er een even referendum kwam, hebben ze tegen de EU gestemd. Want we willen dit niet. Er zijn rechtvaardige mensen hier in Nederland. Die zagen de buil hangen. En dat waren ook mensen die niet deden aan vrije liefde, vrije seks. Snap je? Er waren ook mensen die deden er helemaal niet zo makkelijk over dat er twee mannen hand in hand over straat gaan lopen en dan ook nog een tongs doen bij de bakker. Die mensen vonden dat vies. Die wenden hun hoofd af. Die vonden dat afwijkend. En terecht. Ja, de jaren 50 van Nederland. Die zijn door die reetridder. van een Gerard van het Reven. afgezet. als een wanstaltige, verschrikkelijke tijd. Even voor alle zekerheid controleren. Dat boek heet De Avonden. Gerard. Ja. De A van Gerard Gerard Reven, een reetridder. Die beschrijft dan een periode van Nederland. Er was zo zit saai, oh na na zuur. Zeur, zeur. Over een regio waar het. Uh, ja, nadat de pauze verschrikkelijk had bezig gehouden. enigszins de rust was wedergekeerd. En wat deden wij? Wij beschouwen Gerard van het Reven. als uh, de dichter des vaderlands, of niet? En wat willen we dan? Gewoon oh, die titel nog even opzoeken. Gerard Reven. Een dichter des vaderlands. Volgens mij is hij dat geweest. Smermel. Ja, er is een uh, website die heet Dichter des Vaderlands. En dan staat op je schane streep gedicht en dan staat het gedicht laatste oordeel. En dat is geschreven door Gerard Rijvan. Vind je zo? Nee, het, is geschreven. Oh, het is geschreven door Driek van Wissen bij de dood van Gerard Reva. Au, 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 au. Gerard Reva is op latere leeftijd katholiek geworden. Ja, even, even de plaat terug. In de tijd van uh, Maarten Luther en het protest tegen de overheersing vanuit Rome. Toen waren wij niet katholiek, snap je? En wat hebben we dan nu? Een drik van Wiese. Die dan begint met... Uh, o heer, die uitgaat boven dood in leven. Gij eenzame, drie-enige persoon. Braak! Ik kniel demoedig neder voor uw troon. U kent me wel, mijn naam is Gerard Reven. Gerard Reven is een reetridder waarvan de God heeft laten opschrijven in zijn woord dat hij gruwelt van dat soort aanwezigheden van een menselijke entiteit. En wat nou met drie enige persoon? In de beginnen schiep God hemel en aarde. Uh, hoe vertel je daar eigenlijk? De drie eenheid. Daar uh, komt het Babylon. Met, uh, wat is het? Uh, Nimrod. Uh, <hums> en uh, nog iets. Je wil het niet uit je hoofd leren... Maar het is in, in Egypte had je hetzelfde. Daar had je Isis, Osiris en Horus of zo. Dat is de drie-eenheid. In de begin schiep God hemel en aarde. Ja, hoeveel God tel je daar? Eén, dacht ik. Einde discussie. Christus heeft gezegd. Als je dan wil bidden en je weet niet wat je moet bidden, maar je hebt gewoon zin om te bidden, nee, je mag best bidden van Christus. Daarvan heeft hij gezegd, als je gaat bidden jongen, doe dat in de beslotenheid van je eigen ruimte. En dat hoeft niemand te weten dat jij gaat bidden. Dat is Christus. En als je dan wil bidden, dan begin je met onze Vader die in de hemelen zijt. Een beetje ouderwets. Nu zou je zeggen: Onze Vader die in de hemel is. En de rest. Matthäus 6. Dacht ik. Of 7. Dus een drie-eenheid is niet uit de Bijbel. Dit is heidens. En heidenen, dat zijn reet Het oude Griekenland, waar iedereen zegt: oh, dat is democratie. Oh, dat is de feit, democratie. Nou, punt 1, democratie, dat, dat, dat gelooft het toch zelf niet dat het werkt. In dit geval van Nederland, 17 miljoen malloten laten stemmen wie dan nu de baas mag zijn. Alsof 17 miljoen malloten het wel weten wat één malloot niet weet. Ik wil helemaal geen democratie. Uh, wij heten ooit de Republiek der Nederlanden. Uh, een republiek is niets meer dan een hiërarchie in de staat, waarbij de staat uh, geen donder te vertellen heeft, anders dan dat het toezicht moet houden op het handhaven van de afgesproken regels. En in het geval dat de paus er weer eens aankomt met zijn Spaanse, spanjolige, malloten. Uh, dat er dan een centraal orgaan is die zegt: aanpakken die lui. Waar komen ze nu weer binnen? Ja, Als je denkt he, dat ik nou, uh, ja. oh Piri, jij gaat helemaal uit je plaat. Nou zeg, jij gaat helemaal uit je plaat. Oh ja jongen, moet je eens gaan luisteren naar Alex Jones in Amerika. Uh, die, die katholieke zeurnhuis gaat nog veel meer aan zijn plaat. Gewoon natuurlijk. Dat mag ik toch zeggen? Wat is dat nou? Maar goed, ik wil dus helemaal geen democratie. M mijn dochter, bijvoorbeeld, die mag stemmen. Mijn dochter heeft het historisch besef van een achterlijke naakslak. Ja. Jo, Piri, straks hoort je dochter dit. Dat maakt me geen donder uit, want het is waar wat ik zeg. Zij heeft het historische besef van een achterlijke naakslak. Zij heeft GroenLinks gestemd, namelijk. Nou, en iemand die GroenLinks stemt, eh, die weet dan dus niet kennelijk dat Paul Rozemuller daar ooit eh, furoren maakte. En die weet dus kennelijk ook niet dat Paul Rozemuller een grote aanhanger was van Mao Tse Tung. Ja? En Mao Zedong, dat weten die mensen dan ook niet. Die heeft tijdens de Culturele Revolutie, die hij zelf had verzonnen, heeft die 60 miljoen uh, sambalbei-personen laten shoppen. Huh? Sambalbij, wat die, uh, die mensen die zitten hier in Nederland en dan verkopen ze eten en dan zeggen ze altijd nog eventjes, sambalbij. Huh? 60 miljoen. Mauw. Paul Roosemuller, fan van Mauw. GroenLinks, fan van. Paul Rosemuller. Mijn dochter, fan van GroenLinks. Dus mijn dochter is een fan van Mauw. En mijn dochter is een fan van een staatsleider die heeft 60 miljoen van zijn eigen burgers laten afslachten. De, de, dit verzin ik niet. Dit zuig ik niet uit mijn duim. Mijn dochter heeft mij zelf verteld dat ze GroenLinks heeft gestemd. En de rest kan je zien op internet. Huh? Hoef je niet van mij te horen. Culturele revolutie, Mao, aantal doden. Daar begin je maar even mee. Paul Roosmuller en Mao, hoe moet je dat doen? Die komt er zo wachten. Wat allemaal geklopt hierboven, want ik heb een bovenbuurvrouw gekregen, een nieuwe. Die is de godganse tijd aan het verbouwen. Of inrichten, moet ik zeggen. Die is er nogal lang mee bezig. Maar de herrie wordt minder. Het is niet zo dat ze loopt te mopperen of zo. Van nee, hou eens op. Ik weet niet wat ze aan het doen is. Maar zij maakte in de regel meer herrie dan ik. Nee, <laughs> hey, Gerard Reven. Was er ook die man die had gezegd: van uh, wat is nou, uh, Gerard Reven. Uh, en dan uh, was iets met een uh, seks uh, met een ezel of zo. Want als God een ezel was, dan zou ik hem in zijn reet naar je hè. Kijk, is dan. Ja, ja, de Dichter des Vaderlands, hè? Reve was one of the first homosexual authors to come out in the Netherlands. He often wrote explicitly about erotic attraction, sexual relations and intercourse between men. Waarmee hij bedoelt tussen mannen. Hè? Which many readers considered shocking. Ja, dat is ook smerig. Maar. Dus dat gaf ze in het Nederlands verder hoor. Dat deed hij op een ironische, humoristische en herkenbare manier. Wat? Ik herken helemaal niks aan uh, dat ik een penis zou, heb gestoken in een, zou hebben gestoken in een anus van een ander, Nocht dat ik dat gewild heb. Anders dan, ja, ik heb heteroseksuele seks gehad en daar heb ik nu verder niet over. En dat is heteroseksueel, ja. En hij heeft bijgedragen om homoseksualiteit acceptabel te maken voor veel van zijn lezers. En hij heeft dus heel veel. zat hij dan ook, hè? Een ander hoofdthema, vaak in combinatie met erotiek, was religie. Reven heeft zichzelf verklaard. Zelf, Reven zelf heeft gezegd. dat zijn hoofdboodschap, zijn primaire boodschap in al zijn werken. was redding van de materiële wereld waarin we leven. Jeetje. Hij is in, uh, in Vlaanderen in België overleden. Ja, ja de, de, deze man hebben wij gelezen. En toen hij aangewezen werd als uh, de, de dichter des Vaderlands, dat is hij geweest. Hij had ook een prijs gekregen van de Nederlandse Letteren. Ha! En wie heeft er geprotesteerd? Want niemand. Zat hij nou dan hier? Uh... Nou, hij geeft dus toe dat hij uh, Rams-katholiek is. En een vies pak. En die andere, dat is ook zijn smeerlap. Dat is. Uh... Uh, Maarten het hart. Die man die ging later ging die naar boekenballen. En dan had hij een jurk aan en make-up op zijn hoofd en een pruik. En dan was hij daar als Maartje. Het hart. En iedereen las ze boeken. hij zegt dan ook hier dat het hebben van seks, die, die, uh, dat seks dat droeg hij op als het eren van anderen en uiteindelijk aan hogere entiteiten te weten God. Nou, nu krijg je toch een heel erg gevoel van die man die heet Melcom nou. Die fan nou. Die, die satanistische toestand, uh, Joker. Die had het over. Uh, hoe noemde hij dat ook alweer? Pain. Die had het dus ook dat je. je doet een seks. Oh ja, seksmagiek had hij het over. De magie van seks. Hoe u die fan nou? Die werd gesubsidieerd door satanisten, by the way. En die deed dus van die experimenten. Ik zal even zijn naam erbij pakken. Seks oh, magiek. Seks magiek en dat is dan. Hoe heet die naam? Nou? Iets met een. Dan doen we even Engels. Wat, wat termtjes gewoon even voor Google dan, hè? Engels. Dan krijg je like, lekker uh, Red Hot Chili Peppers, maar dat bedoel ik dus niet. Ja, hè, hè? Alistair Crowley. Smeerlap. Die deed het ook. Onder Alistair Crowley zijn er mensen geweest die hebben met hem meegedaan en die zijn beland in een psychiatrische inrichting. Dat je het even weet. En hoe kwam ik erop? Nou, dan kwam ik op via wat er hier staat op de wiki van Gerard, van, van Gerard Reva. Ja, ik vind het allemaal best hoor, dat mensen zich bezighouden met seks, maar het is geen onderwerp van kunst. Maar ja, hij is katholiek geworden, ja. Oh ja, die ook nog. De Belgische koning Albert weigerde om die literaire prijs die hij dan gekregen had, in België dan kennelijk, uit te reiken. Toen bleek dat de partner van Reven een aanklacht had, er liep een aanklacht tegen een partner van Reven, over onzedelijkheden met minderjarigen. Hoppakee. Ja, en dat seks hebben met een evel, ezel. Die dan uh, God is. Dat staat in een roman. Als het een roman mag noemen. In de bagger. En die het nadert tot u. En we hebben het allemaal gelezen. We vonden het allemaal. Oh, heb je het wel gelezen? Oh. Onze vrouwen hebben al mas uh, BH's verbrand. En ze heten dan Dolemina's. En daar waren ze nog trots op. ook. Dat is een van lulkoek. Is dat een protest? Hoezo ga je BH's verbranden? Wat heb je eraan? Als je geen BH wil dragen, nou, dan doe je dat toch niet? We vesten er dan ook de aandacht niet op. Snap je, zo zijn wij in de tijd dat ik dan in de rondte liep hier in Nederland... ...ieder jaar meer afgegleden. En wij maar lachen en we denken dat we zo vooruitstrevend zijn. En ja, nee, alles moet kunnen in Nederland. Ja, en wat zitten we nu? Nou, Nederland is niet meer van ons. Klaar. We hebben er niks meer te vertellen. Hier in Arnhem is 30% immigrant. 30%. Dat is een behoorlijke straf voor Nederland. Nederland is niet langer meer van de Nederlanders. Nederland is van iedereen. En de paus is de baas. Japan is nog van de Japanners. China is nog van de Chinezen. Angola is nog van de Angolezen. Kenia is nog steeds van de Kenianen. Paraguay is van de Paraguayanen. Brazilië is van de Brazilianen. Maar Nederland is van iedereen. En de paus is de baas. Dat is onze straf. Wij stonden er met onze neus bovenop. En iedereen die er wat van zei, van, oh, well, well, dat kan zo niet langer. En vrije liefde, vrije seks, de drugs gebruiken, dat kan niet, man, dat kan niet. En die werd uitgelachen, die werd weggezet als een hey, nou voor een, een reactionaire, stomme trut of zo. Iedereen wilde modern zijn. En alles moest maar kunnen. Er was zo'n spelletje op tv, dat heette Wie van de Drie. En dat was zo leuk, want die Albert Mol was zo grappig. Ja, Albert Mol was een reedridder. Homo. En, ma en mijn punt is dat je van die mensen weet wat ze doen tussen de lakens. En van mij weet je dat niet. Dat ga ik je helemaal niet vertellen. Daar heeft niemand wat mee te maken. Behalve dat je mag weten dat de laatste tijd uh, er gebeurt niks gebeurt tussen de lakens. En de laatste tijd is niet de laatste weken of maanden, de laatste tijd. <laughs> de laatste keer dat hier een vrouw sliep, dat was Lonneke. Maar die sliep alleen maar. Ik had zelfs nog een bedje voor haar klaargemaakt, het was heel koud. Ze zei, "Nou, kom bij jou liggen, het is zo koud. Ik zei, dat nou, is goed meisje. Toen hebben we samen in dit bed geslapen. Daar is verder niks gebeurd. Ben ik dan de laatste eerzame Nederlander? Is het dat? Ik ga het bijna denken. Ik hoop van niet. Ik hoop dat jullie er ook nog zijn dat je met mij uh, vasthoudt. Aan dat protest begonnen door Maarten Luther tegen de overheersing van wat heel lang geleden Babylon en Egypte was. Met een drie-eenheid. En die eh, ogenschijnlijke vrouwenverering. Er zijn heel veel vrouwen die, 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 die vinden het leuk om rooms Romeins universeel gelovig te zijn. Ja, ik ben wel liever. Kijk, ik kan wel zeggen Babylon dit en Babylon dat. En Egypte, nou, daar kan je wel zeggen, van ja, er waren slavendrijvers. En uh, dat kan je wel zeggen, Piri. Maar uh, ja, de Romeinse universele kerk, die daaruit voortgekomen is. Nou, uh, dan kan je wel zeggen, Piri, Die hebben bijna een miljard mensen afgeslacht. En dat zal wel kloppen, Piri. Maar uh, dan nog, uh, ik vind het wel met die Maria-verering. Want ik ben zelf ook vrouw. En uh, dan denk ik toch, van, ja, dan wordt er toch even een vrouw vereerd. En dat stel ik hem wel een prijs. Je bent, een, je, je bent stom. Je bent stom. En ik ken het hoor, ik ken van die vrouwen, die zijn katholiek. Die zijn jonger dan ik. Een katholiek, praktiserend. De bent hoor, helemaal van het padje af, jongen. En, en er wordt in, in Nederland krijgt de collectieve straf, hè? Dus ja, ik leid mee met jullie. Waarbij ik misschien nog uh, ja, de dans aardig weet te ontspringen, al was het alleen maar omdat ik bijna 60 ben. en uh, nou, Het pensioen mag niet lang meer op ze laten wachten, nog een jaartje of tien of zo. Hè? En dan, dan, dan zie ik het verder wel uit hoor. hoor. Ik of geen carrière, gezin of alles nog. Uh, nee. Ik krijg waarschijnlijk over 15 jaar een brief van de overheid. Van. Uh, uh, de gemeente uh, heeft dan uh, contact aangegaan met de Vereniging voor Euthanasie. En of er iemand langs mag komen. Om met mij te praten. Van ja, en als het dan. Uh, hè, en, en hoe dacht u er zelf over? Ik zeg: rot op. Ja, toch? Zo aan mijn lijf geen Polonaise. Ik kijk wel linker uit. Maar jullie. Huh. Ja, Ik weet niet tegen wie ik spreek natuurlijk. Ja, maar... Ik heb het dan even tegen de Nederlander in het algemeen. En als jij wel aan mijn kant staat, wat ik hoop, aan de kant van de ratio. En niet aan de kant van uh, dat je, je in je reet wil laten neuken door mensen zoals Gerard Reven. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel een klein beetje lekker. En waarbij ik dan even zeg, in je reet laten neuken, dat staat gelijk voor dat jou een loer gedraaid wordt. Ja. Even een klein klusje doen, stelt niet veel voor. Even een heel klein stukje type. Ja, ook in het weekend werk ik door. Hè. Meld je terug. Dat is gebeurd. Nee, het is een straf die we krijgen. En we hebben het er zelf naar gemaakt. Ik kan het uh, niet anders zeggen. En ook de protestanten, de nakomelingen, de volgelingen of whatever van wat de beweging die Maarten Luther heeft veroorzaakt. In de jaren zestig was daar het Tweede Vaticaans Concilie. En die sukkels hebben en masse meegetekend. Ja, how, how stupid can you be? En ze zijn helemaal vergeten waar het om ging. De Romeinse universele kerk die heeft een slachting aangericht, jongen. Met die hele organisatie mag je niks te mij te maken hebben. En dat kan ook. Nou, en als iets mag, en als het ook nog kan, en dan moet je het ook. En dat hebben wij mooi nagelaten. Wij hebben ons af laten zeiken door schrijvers als Gerard Reven en Maarten het Hart. Maarten het Hart heeft een ongelofelijke pis geschreven over de protestanten. Dat was natuurlijk saai volk en dat was helemaal niks. Oh, saai. Ja, en dat wordt dan aan mas gedrukt en aan mas gelezen. Ja, daar gingen we. Ik weet nog dat ik... Dat was dus eind jaren... Uh, Wanneer was dat? Eind jaren tachtig. Begin jaren negentig, zo Ik was aan het werk in Groningen. En op dat project zat een jongen en die kwam uit de buurt van Schiedam. Rotterdam, daar is onderin. Nou, hij was ook een programmeur, maar dan op een heel ander terrein. En wij moesten samenwerken. Nou, een hele aardige gozer. En samenwerking ging geweldig goed. Een mooi man. En toen waren uh, we een week aan het kletsen. Zo. Toen zei ik tegen hem: Heb je gisteravond dat en dat gezien? En hij keek me zwaar. Hij zei: Wat dan? Ja, een tv-programma, dinges. Oh, zei hij. Nee, wij kijken geen tv. Ik was helemaal verbaasd toen. Hè? Oh. Nou, inmiddels snap ik wat hij bedoelt. In mijn woning is geen tv. Want ik weet dat als ik de tv aandoe, dat ik hem zou hebben. binnen no time kijk ik tegen een reetridder aan. Hallo, hier is Albert Verlinden met het showbisnieuws. Ja, we gaan. Oh, Joris, waar gaan we vandaag op een Oh, dan gaan we Ja. Ja, maar uh, zonder tv, hoe hou je het vol? Ja. Mijn oma, was niet lang voordat ze zou komen te overlijden. Die is negentig geworden. En ik kwam bij haar een keertje op bezoekert. En dat was op een avond. En de tv was uit. Ik zei, hé hey, oma. De tv is uit. Daar was ik niet gewend, hè want ze keek altijd uh, tv en dat vond ze leuk met uh, die spelletjesprogramma's uh, met maatje van wegen en, uh, en cijfers en letters en, uh. en dan uh, ook wel iets met uh, zo'n zo Nederlandse politieagent uh, baantje of zo en dat vond ze dan ook wel leuk en het journaal keek ze altijd. Zo. En ze ging altijd vroeg naar bed. Om half tien, kwart voor tien ging ze naar bed. Deze de tv natuurlijk uit. Hè? Maar die keek elke dag tv. Ze zei: Oma, de tv is uit. Ja, zei oma. De tv-programma's van de laatste tijd. Dat, dat zegt mij niks meer. Daar hoef ik niet naar te kijken. Waarschijnlijk heeft ze nog een tijdje, toen ze dus de eerste ergernissen kreeg, dat ze dacht van nou ja, misschien dat het morgen beter is. Maar toen kwam er geen verbetering en toen dacht ze nou, dan nou heb ik de ultieme verbetering en dat is dat ik er niet meer aanzet. Liever geen tv dan een rotzooi in mijn woonkamer. Zijn mijn oma. Slim hè, van mijn oma. Nou, nou jullie nog. Stop met die onzin. Nou, dit was een mooie, vind ik. Over de straf van Nederland. En dat het onze eigen schuld is. Want wij zijn aan mas achter Babylon aangelopen. Want ze hadden een nieuw sausje. En dat heette de Romeins Universele Kerk. En we wisten eigenlijk wel dat het helemaal niet deugde. Maar dat zijn we een klein beetje vergeten. En we zijn nog eens nog gaan zeggen, nou weet je wat. We vonden vroeger dan wel met Maarten Luther dat het niet deugde. Maar tegenwoordig valt dat wel mee. Want dan hebben we reetridders op tv. Zonder dat wij in de gaten hadden wat er aan de hand was. Ja, dan ook nog dingen als de anticonceptiepil in het ziekenfondspakket. Ja, want voorkomen is beter dan genezen. Waarbij wij niet in de gaten hadden. Hè, dat de anticonceptiepil. Hè, heeft, punt 1 een verkeerde naam. Want het moet heten. hormoonverstoringspil. Ja, iedere, vrouw, iedere vrouw heeft van nature. Uh, een hormoonspiegel. En dan, dat, daar zit een bepaalde golfbeweging in. Want je hebt je ongestelde periode. Waarin de hele binnenkant naar buiten moet. En je hebt de periode van de ijsprong. Dus uh, je, je baarmoedertoestand, alles uh, dat gaat er allemaal uit. Geeft al het bloed en zo. Hè? Nou, dan heb je dat gehad. En dan uh, komt er dan zo'n nieuwe ijs. Zelf, Heyo, Is er nog een beetje sperma om mij tot mens te maken? Huh? Ja, en dan krijg je weer hele andere hormoontoestanden. Dan stijgt ook de lichaamstemperatuur. En, um, en dan voor het geval, ja, en als dan die eicel uh, gepenetreerd wordt door een zaadcel, dat noem je conceptie nou, dat kan dan die pil niet tegenhouden. Ja. Dus het is geen anticonceptiepil, je hem af. Maar zo'n zo eicel die zo'n spermatozoïde heeft geconceptideerd of zo, wordt dat geconceptieerd, die conceptie. Die heeft plaatsgevonden, dan heb je die bevruchte eicel. En die moet ergens dan een, ja, veilig aan de baarmoederwand uh, aangekleefd raken. En dan begint het hele groeiproces verder. Het groeiproces begint natuurlijk al vanaf de conceptie. Hè? En die eicel, hè, die is in eerste instantie is die onbepaald, onbedingend, dus geslachteloos. En komt zo'n spermatozoïde er binnen, is het gelijk bingo. En dan weet je of het een mannetje of een vrouwtje is. Heb je ook gelijk die hele transgender toestand de nek mee omgedraaid. Want het kan natuurlijk niet dat een eicel achteraf gaat lopen klagen. Ja, toen die spermatozoïde er binnenkwam toen kwamen er twee X-chromosomen uit. En daar ben ik het niet mee eens. Dat moet een X- en een Y-chromosoom worden. En kan het even hersteld worden? Want het antwoord is nee. Ja, die anticonceptiepil, dat wordt hij zo dus genoemd, hè? dat is gewoon een hormoonverstoringspil. Het uh, is gebleken in de jaren tachtig, dat is verhogend op, op dingen zoals um, uh, borstkanker-diagnose. Dus als jij langdurig je hormoonstelsel als vrouw hebt verstoord door dagelijks een pil te slikken, dan is de kans dat een dokter tegen jou zegt. Nou mevrouw, we hebben de uitslagen binnen en het ziet er naar uit, zoals ik het hier zie, dat u borstkanker heeft. Dat heet een diagnose. Ik laat even in het midden of je echt borstkanker hebt. Maar ik zeg de kans dat een dokter dat tegen jou gaat zeggen na een aantal jaar dat jij de pil hebt geslikt. Die kans is groter na zoveel tijd als je in die tijd niet die pillen had geslikt. En dan ben jij nog steeds blij met het feit dat die pillen in het ziekenfondspakket zitten... Ik zou nog een keer over nadenken. Ik zou even deze uitzending terug, de laatste vijf minuten, en nog even luisteren naar wat ik zeg. Wat denk je dat de gevolgen zijn? Van zoiets ontzettend gevaarlijks doen als elke dag hormonen slikken. Heb je? Wij hebben dit zelf gedaan. Dit is onze eigen keuze geweest. En nu is borstkankertoestanden diagnose. Het is scheering en inslag. Ja, waar komt dat vandaan? Nou, niet komen zeuren bij mij. Snap je? Nou, en dan zeg ik uh, op zijn hamburg. Tjus. En dag Nederlanders die hun land kwijt zijn.